Daria en Sebastian zijn twee kinderen die in september in de klas zijn toegekomen. Daria, mag ik er ook wat voor te doen? Ze spreken geen woord Nederlands, dus hun moedertaal is Roemeens. Voor mij is het wel moeilijk om daarmee om te gaan, omdat de meeste kinderen in de klas die begrijpen alles zeer snel en die draaien vlot mee. En dan moet je er toch extra rekening mee houden dat Daria en Sebastian eigenlijk niks begrijpen en moet je toch naar hulpmiddelen zoeken om het voor hun ook aangenaam en gemakkelijk te maken. Zeg je Frans, je moet Nederlands spreken! Ja, je moet het niet! Sebastian verstaat niet goed Nederlands. Hij gaat niet alles begrijpen dat jij vertelt, dus doe dat rustig. Probeer het rustig uit te leggen. Ik hoorde dan wel dat hij dat echt probeerde, maar ja, het was heel moeilijk. Uit heel veel onderzoek blijkt dat vooral kansarme kinderen en kinderen van etnische minderheidsgroepen het vaak moeilijker hebben om succesvol te zijn in het onderwijs. We zien in datzelfde onderzoek dat dus taalvaardigheid, geletterdheid en denkvermogen van kinderen cruciaal zijn. En daarom is het ook essentieel om van zo vroeg mogelijk leeftijd zo sterk mogelijk in te zetten op die taalvaardigheid om de kansen van kinderen te verhogen. We weten bovendien ook dat het eigenlijk vooral de interactiekwaliteit van juf of meester is die heel belangrijk is om de taalvaardigheid en de denkvaardigheid van de kinderen te bevorderen. Vandaar dat we zo heel sterk nu Jelke gecoacht hebben op het bevorderen van de taal- en denkvaardigheid van de kinderen via het versterken van haar eigen interactievaardigheden. Hallo, goedemorgen. Ik ben Piet. Hallo, ik ben Marlies. Ik kom maar binnen. Ja, dank je wel. Goedemorgen. Dag Daria. Bonjour. Goedemorgen. Allee, Ali, gaan we naar boven. Oei, heb je jas nog aan? Wat moet ik doen? Lusandro, ik zie dat je je jas nog aan hebt. Oh, en een mooie tekening. Oh, bedankt. We hebben hier een moment bij het binnenkomen, Jelke, waarbij een van de kindjes vraagt om te helpen bij het uittrekken van de trui. Amai, amai. Een van de belangrijke dingen bij taalverwerving is dat kinderen heel veel taal horen. En dit zijn momenten waarbij je eigenlijk je taalaanbod nog zou kunnen versterken. En je zou alle handelingen die je op dat moment met haar doet, zou je systematisch kunnen verhogen. Als je meteen ook zegt, bijvoorbeeld, wat wil je dat ik doe? Zal ik je trui dichtritsen? Oké. Okay. Ja. Voilà, trek hem tot hier. Nu mag jij verder dichtritsen. Zoiets, maar dat je dat volledig begeleidt naar taal. Ja. Dus taalaanbod, het komt binnen. Hoe rijker het taalaanbod, hoe beter. Maar het moet wel in een natuurlijke context. Hier dient hij zich als het ware als vanzelf aan. En probeer die dan ook zo maximaal mogelijk te benutten. Daar mogen moeilijke zinnen in zitten, daar mogen complexe woorden in gebruikt worden, maar je hoeft niet kunstmatig je taal te vereenvoudigen. En bij anderstalige nieuwkomers moet je dan niet meer in korte zinnen spreken? Of? Durf ook daar toch normale zinnen te gebruiken. Hoe meer we onze taal aanpassen en hoe eenvoudiger ze maken, hoe trager het taalleerproces zal verlopen. Want dan leren ze ook alleen maar die hele eenvoudige taal.
taal. Je hoeft dan niet verwonderd te zijn dat kinderen, wanneer ze zelf taal gaan produceren, dat ze niet diezelfde soort lange zinnen maken. Zo zit taalleer niet in elkaar. Dat proces van dan die zelf dat soort lange, complexe zinnen gebruiken, dat duurt voor kinderen, duurt dat jaren. Maar ze kunnen dat alleen maar doen wanneer jij ook in die spontane momenten gewoon natuurlijke taal zoveel mogelijk gebruikt. Het is vandaag maandag, een nieuwe week, dus ik ga de taakjes voor deze week veranderen. Onze ziekenwagen deze week is Bassen. De stoelen van de tafel zetten. Shh. Ali, de stoelen van de tafel zetten is voor Ferre en voor Ayoub. Het onthaal, voor mij is dat eigenlijk een moment van onthalen, van welkom heten. En je ziet heel vaak dat er heel veel administratie in het onthaal zit. Hè? Dagen van de week is voor Israëla. Koekjes uitdelen. Nu is jouw taalaanbod vooral nogal managen. Ja. Van, dus taakjes moeten gebeuren. Moet gebeuren. Maar zij kunnen het misschien zeggen. Ja. Israëla, jij moet het rode streepje verzetten. Bassen, 3 briefjes van de scheurkalender. Hier zou je weer kunnen zeggen, wat moet jij doen? Ja. Dan moet je het zelf verwoorden. En waarom moet jij 3 briefjes van de scheurkalender trekken? Ja, hoe komt dat? Het zijn er 3 en niet eentje. Ah ja, het is weekend geweest. We zijn 3 dagen verder. Wat gaan we vandaag doen? Maar nu zeg jij alles zelf, wat op zich een goede luisteroefening is. Dat kan ook, hè. Maar dan zou ik bijvoorbeeld eens expres een foutje maken en kijken of ze het wel horen. Dan zijn ze verplicht om heel goed te luisteren. Hetzelfde met de daglijn die straks komt. Jij doet die helemaal. Dan gaan we in de hoekjes spelen. Dan de dag. Na de speeltijd gaat er een groepje met mij gaan wandelen op de straat. Dat kan weer een perfecte luisteroefening zijn, maar je merkt heel vaak bij de kleuters dat die gewoon onderling aan het babbelen zijn. Maar je kan ze daar ook heel actief bij betrekken. Ze moeten weer denken, misschien nog niet meteen spreken. Maar ook Daria en Sebastian, de 2 anderstalige kleuters, kunnen dat. Waarom ga ik daar nogal op in? Omdat dat ook iets is dat iedere dag terugkomt. Dus variatie is zeer aantrekkelijk. Ja. Natuurlijk, ze hebben nood aan routine, maar in de routine kan je wel variëren. Dan is het spannend. Ja. Zo van, wat gaat ze vandaag zeggen? Het is weekend geweest. Iedereen heeft wel iets te vertellen, hè? Want je bent 2 dagen thuis geweest. Maar als we iedereen nu moeten laten vertellen, dan zitten we super lang in de kring. Dat gaat een beetje lang duren. Daarom gaan we vandaag iets nieuws doen. Deze ochtend was het de eerste keer dat ik het kringgesprek in een beperkte groep deed. En met jullie 2 gaan jullie iets vertellen. Oké? Okay? Dus als ik bij Israëla hoor, moet ik ondertussen niet tegen Hannelore praten, want zij hoort niet bij mij. Ja? We gaan dat eens proberen. Het is allemaal een beetje nieuw. Wat je hier introduceert is iets heel interessants. De duo praten, dat is dé manier om de kleuters meer te laten praten. Daria, wie hoort er bij jou? Ja, Sebastian, zijn lichtje is aan, dus dat is het tegenovergestelde. Jullie zijn per 2. De kaartjes mag je aan mij geven. En jullie mogen naar beneden gaan. En een plaats zoeken om te praten. Ze mogen kiezen waar ze zitten, maar voor de eerste keer is dat nogal moeilijk. Het is een nieuwe opdracht. Ja. Dus ik zou ze bij mij houden. Je mag met je schoudermaatje overleggen en dat gaat perfect. Omdat je anders ook geen zicht hebt op wie het goed doet en wie niet. Ja. Daria, jij mag iets vertellen? Tegen Sebastian. Doe maar. Ik ben mijn. Er zijn een paar uitdagingen hier. Ik denk, had je veel explicieter de instructie gegeven, kijk, je mag hier in het Roemeens spreken, dat had de drempel al verlaagd. Maar wat denk ik vooral belangrijk is, op het moment dat kinderen in duo's moeten praten, dan ze moeten iets hebben om over te praten. Doordat er te weinig context is, komt zo'n gesprek niet op gang. En dan is heel belangrijk dat je kijkt in de klas, wat zijn de dingen die bijvoorbeeld Daria, Sebastian interesseren, en dat je dat als aanleiding neemt. En dat je dus in die zin die context creëert. En dan hebben ze iets om over te beginnen babbelen. Hebben jullie iets verteld? Ja? Was het moeilijk? Ga maar in de kring gaan zitten. Daria, hoe vond jij dat om iets te vertellen tegen Sebastian? Was het moeilijk? Difficiel?
Nee. Was het leuk of niet leuk? Leuk. Leuk. En wat heb je verteld? Is moeilijk, hè? Qu'est-ce que tu as? Ik kan niet zo goed Frans. Je mag het ook in het Frans zeggen. Ik vind het prima dat je zelf Frans gebruikt perfect. Hè. Ja, maar durf dat in zinnen doen. Ja, maar mijn Frans is niet zo goed hoor. Als ik dan fatief Frans gebruik, is het ook niet echt... Dat is minder een drama, vind ik. Ja, zo horen zij ook. Juf heeft ook moeite met een andere taal. Dat is een beetje moeilijk. Hè. Sebastian, vond jij het leuk om met Daria te vertellen? Ja. Ja? Ik had Daria dus aangemoedigd om wel in haar thuistaal te praten. Zeker in het begin wil ik dat toch een beetje laten merken, dat ze dat echt wel mag. En eens ik merk dat ze dan de Nederlandse taal wel machtig is, dan probeer ik er wel op te hameren dat ze wel Nederlands moeten spreken op school. Het is een logische keuze die we maken om te zeggen van kijk, in het begin mag het, maar vanaf een bepaald moment mag het niet meer. Maar op basis van wat we uit onderzoek weten, is het op zich een zeer vreemd gegeven. Het is geen enkel probleem voor die taalontwikkeling Nederlands om blijvend plaats te geven aan die eigen taal. We zien dat juist door die eigen taal te gebruiken, die bewust te benutten, dat dat bijdraagt tot het leren van het Nederlands. Waarom? Omdat ze hebben bepaalde labels voor bepaalde dingen, hebben ze in hun hoofd en ze kunnen dat koppelen aan elkaar. Het woord in de eigen taal en aan het woord in het Nederlands en aan een beeld, dan gaat dat sterker in het geheugen zitten. Dus je kan dat eigenlijk op elk moment, zeker wanneer je het functioneel, wanneer het zelf functioneel benut. Hernet, de koeken uitdelen. Hannelore, de bekers. Goed zo. Andy, neem je worteltjes. Een kleuterklas zou je bij manier van spreken in twee grote categorieën kunnen opdelen. Dat zijn de momenten waarop kinderen geprikkeld worden om te leren. En aan de andere kant momenten waar er vooral aandacht is voor zorg. Het is dan ook heel belangrijk om die zorgmomenten ook zo interactief mogelijk te benutten. Wat ik heel mooi vind aan jullie hapje tussendoor, is dat de kinderen vreselijk zelfstandig moeten zijn, enerzijds, en anderzijds dat ze niet in stilte moeten eten. Dus hier heb je echt enorm veel ruimte voor de kinderen om onderling met de klasgenootjes te praten. En dat is echt een pluspunt. Je zou zelf er ook bij kunnen gaan zitten. Je hebt een kopje koffie. Ja. Hè? Het is bijvoorbeeld ideaal, ze zeggen altijd, je mag geen appelen met peren vergelijken. Maar hier, net wel. Wat ben jij aan het eten? Oh, kijk, ik heb ook een appel. De jouwe is rood, de mijne is groen. Het zijn allemaal zeer dankbare momentjes om op een hele spontane manier met de kleuters te praten. En ze voelen dan ook, ja, dat zijn zo van die andere momentjes dan in de klas. Hè. Dit is geen kennismomentje, geen kennisvragen worden gesteld, maar gewoon een leuke babbel met juf. Wat mogen we niet doen om de straat? Denk na en zeg het antwoord erna. Hernes? Als er een auto passeert, uitkijken. Goed kijken om de straat. Ali? Niet stenen gooien. Ja, dat mag je nooit doen. Nee. Wat mogen we zeker niet doen? Niet? Lopen en? Roepen. Heel belangrijk. En ook niet huilen. Ja, nee. Dat doen we ook niet. Hè. Als ik een nieuw thema aanbreng, dan probeer ik de nieuwe woorden altijd aan te brengen vanuit een bepaalde context, vanuit een bepaalde indruk. Bijvoorbeeld, nu is het thema verkeer. We zijn dan eerst gaan wandelen in de straat. En dan hebben we gekeken, wat zien we allemaal op de straat? Wat is dat hier? Een brug. Een brug. Je ziet daar zo'n slagboom staan. Ja? Als die slagboom naar beneden gaat, wat zou er dan gebeuren? Sanne? Dan gaat de brug omhoog. En wat gebeurt er dan? Drie belangrijke principes voor het simuleren van taalontwikkeling van kinderen zijn taalaanbod, kansen geven tot taalproductie en het geven van feedback. Dat zijn de drie kernwoorden. Belangrijk is dat taalaanbod rijk moet zijn, dat er heel veel open vragen worden gesteld, dat taalaanbod ook uitnodigt voor kinderen om daar spontaan op te reageren. Kunnen wij zomaar de trein nemen? Eerst een ticketje. Dat is een voorbeeld van een perfecte vraag. Dat is een zeer open vraag. En je daagt de kinderen daaruit van, oké, wat denkt u daar nu over? En verwoord nu eens wat je daarover denkt. En in wezen maakt het dan niet uit wat ze zeggen.
als er maar interactie is bij manier van spreken. Dan duw je aast in, je betaalt met geld en dan komt er hier een ticketje uit. Bijvoorbeeld dit hier. Je zou het ook kunnen vragen bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ja. Het is natuurlijk een boeiend taalaanbod, ja. Maar de kinderen die het al weten, kunnen hun kennis etaleren en die krijgen zo een spreekkans. Kijk, dat is de conducteur daar. Zie je? En wanneer ze die taal produceren en we zien als juf dat uiteindelijk toch grammaticaal of lexicaal niet correct is, dat er dan op een spontane, natuurlijke manier feedback wordt gegeven en als het ware wordt bijgestuurd, waardoor dat taalleerproces zich stapsgewijs verder ontwikkelt. Soms moet je hopen dat ze foute dingen zeggen, want juist doordat ze foute dingen zeggen, krijg je nog meer interactie, kan jij parafraseren, herhalen, bijsturen en dat zijn juist de hele krachtige leermomenten. Als je werkt in een thema, heb je sowieso veel woorden die geclusterd zijn, die in een context zijn geplaatst. En dan is het ook belangrijk dat je die in de hoeken laat terugkomen, die woorden. In de verkeersweek bij juf Jelke zag je dat heel duidelijk. Eerst was er een heel krachtige impressie. Ze gingen op stap. En toen werd dat allemaal in de klas verspreid. We zijn daar straks gaan wandelen. Waar zijn we gaan wandelen? Op straat. Op straat. Wat hebben we allemaal op de straat gezien? We hebben bordjes gezien. Wat voor borden? Voor auto's. Ja, verkeersborden heet dat. Hebben we nog iets gezien? Het maken van een mindmap, wat jij nu doet, ja. Visueel voorstellen, is altijd heel sterk om te doen. Dan leren zij, het luik een geletterdheid, van wat we zeggen kunnen we schrijven. Wat we schrijven kunnen we opnieuw lezen. Dat is super interessant. En welke kleuren heeft een verkeerslicht? Een mindmap is ook heel krachtig om te gebruiken bij het begin van iets. Om echt te brainstormen. Ja. Wat weten we er al over? Ja. En zo pik je in ook op de leefwereld van de kleuters, op hun voorkennis. Dus een heel krachtig middel, een mindmap. En voor je de trein neemt, wat moest je weer doen? Je drukt op de knop en dan moet je wachten op de trein. En dan moet je wachten op... Maar je moet ook betalen, hè? Ja. Dat gaan we in de winkel maken, ja? En, waar je de ticketten kan kopen. In de namiddag hebben we dat dan nagemaakt. Dus hebben we een trein nagemaakt met enkele stoelen, 1, 2, 3. Een stuur. Dan de winkel werd een loket waar ze dan ticketjes konden kopen. Je vraagt aan het loketje, waar wil je heen gaan? Naar Denderlee. Hoeveel kost het naar Denderlee? Misschien 1 euro? 1 euro. Voilà, dan moet jij 1 euro betalen. Ik heb er ook 1 nodig. Ik vind het heel fijn dat jullie dat doen. Hè. Zo, ze hebben de trein gezien, ze waren geïnteresseerd. En je maakt een treinhoek. Wow. Met een loket. Wow. Voor de ontluikende geletterdheid ook weer een enorme kans. Maar wat ik heel jammer vind, is dat je het zo stuurt. Ja, dit is ideaal voor een brainstorm. Hè. Wat hebben we nodig? En ze weten heel veel, dus het kan eigenlijk van hen komen. Ja. En wat ze niet weten, vul jij dan aan? Het is gesloten. Michael aan een ketchup. Maar het is gesloten. Ik heb geld. Maar het is gesloten. Zeg, daar straks hadden we een probleem. Het loket was gesloten. We konden niet meer vertrekken. We hadden een ticket. Hoe lossen we dat op? Ja. En ze hebben net de automaat gezien, dus ze weten in feite wel hoe je dat kan oplossen. Ah, we zetten een automaat. Ja. Dus heel veel kansen weer rond zelfstandig tanken, ook rond probleemoplossend tanken, creatief zijn. Dus daarom vind ik persoonlijk heel belangrijk om, als het gaat, in de mate van het mogelijke, in te gaan op dingen die de kleuters zelf aanbrengen. Zeker als het zo in het spel past. Trein, dat loketje, krijgen de kinderen veel kansen om eigenlijk met elkaar het spel op te bouwen, samen gesprekken te voeren. En ik denk dat Sebastian zo heel veel nieuwe woorden gaat leren van andere kinderen. Trein in de poep. Allee, in de trein. Je mag echt niet onderschatten wat de kracht van kind-kind interactie is. Er bestaat zeer interessant onderzoek dat aangeeft dat zelfs de kind-kind-interactie soms een grotere impact heeft op de taalontwikkeling dan de leerkracht-kind-interactie. Ik vind het hier wel veel lawaai in het rijden. Waarom lopen jullie in de gang rond? Jij loopt op je kousen rond. Doe je kleren maar uit en kies een andere hoek. Jij ook, in de klas. Het fragment waarbij je dan
Ja, Ernest uit deze hoek laat gaan is natuurlijk zeer begrijpelijk. Hè, maar dat is de spanning tussen, ja, maar het moet leefbaar blijven, het moet beheersbaar zijn. Maar dat zijn hele belangrijke momenten, bijna niet merkbare momenten van sterke taalontwikkeling. Er zitten nieuwe woordjes in de woordenkist. Ja, we gaan eens kijken. Hè. Wat is dat? Fiets. Een fiets. Dat kennen we wel, hè. Hoeveel wielen heeft een fiets? Twee. Wie zou dat zijn? Politieagent. Zo weinig mogelijk zelf één woordzinnen gebruiken. Ja. Wat kinderen vaak opslaan is wat we noemen chunks van woorden. Stukjes van een zin die vaak samenhangen. Dat is een politieman. Dat is de zon, dat is een politieman, dat is een stoel, dat is een tafel. Doordat ze dat in chunks opslagen, kunnen ze dat ook veel makkelijker uit hun geheugen halen en kunnen ze ook veel meer verbindingen gaan leggen met allerlei andere woorden. En daarom is het juist zo belangrijk dat jij ook die chunks, die zinnen, zelf ook vervoert. Sebastian, stoppen. Goed zo. Daria, jij mag de agent. Je legt heel veel klemtoon op die woordenschatontwikkeling. Hè. Het leren van woorden is heel belangrijk. Maar taal is natuurlijk veel meer dan woordenschat alleen. Dus moeten we vooral aandacht hebben voor verbindingswoordjes. Dus zo ineens een kaartje uit de doos. Bo mag nu een kaartje trekken uit de doos. En dat is een ander soort woordenschat, maar die wel cruciaal is om goed te kunnen communiceren. De agent. Bijna Daria. Nog iets sneller zijn. Ik zou niet zozeer spreken over het aanbrengen van woordenschat, maar vooral veel met woorden, met alle soorten woorden bezig zijn, is cruciaal. Daria, jij mag een poëziedoosje gaan kiezen. Kom eens kijken in de klas. Aan de kapstok hangt mijn jas. In het maandje ligt mijn koek. Ik speel in de poppen. Ik kook soep op het fornuis. Dat is een moeilijk woord. Mama, ga maar gauw naar huis. Mama, kusje, knuffel, knuf. Ik blijf lekker bij de voor kinderen die soms uit kansarmer omgevingen komen, waar ouders niet altijd de mentale ruimte hebben, hebben zij ook veel minder mogelijkheid om juist heel veel te babbelen en zo thuis ook taal te leren. Vandaar dat ook voor hen de klas en de school juist die omgeving is waar ze zoveel kans kunnen krijgen om te babbelen, te babbelen, te babbelen. Waarom draag je je handschoenen? Omdat ga ik voetbal spelen, kijk. Ah, staat er een voetballer op? Ja. Eerste vetertjes over elkaar. Een lusje. En dicht trekken. Ik zal er nog een knoopje in leggen. En gaan ze niet gemakkelijk open. Ziezo, nu zijn uw veters dicht. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Daar straks zei Marlijn, hoe zeg je goedemorgen in het Frans? Bonjour. Want jij kan Frans spreken, hè? En Sebastian, hoe zeg je goedemorgen in het Roemeens? Want jij spreekt Roemeens, hè? Bonadimidasa. Wacht, ik ga het op bord eens opschrijven, want anders ga ik dat morgen niet meer weten. Bonne. Deze ochtend bij het onthaal heb ik de kinderen aangespoord om goedemorgen in een andere taal te zeggen. En hoe zeg je nu goedemorgen in het Frans? Bonjour. Dat ga ik ook opschrijven. En de kinderen mochten dan kiezen in welke taal ze goedemorgen zeiden. In het Arabisch. Kan jij goedemorgen in het Arabisch zeggen? Ja. Hoe zeg je dat dan? Salam. Wat dan Arabisch, Roemeens en Frans. Ah ja, en op het einde dan ook Afrikaans. Bonne dimineta, Daria. Maar jij spreekt ook Frans, toch? Dan kan je Roemeens, Frans en Nederlands. Drie talen. Ik denk wel dat de kinderen het eens leuk vonden om in een andere taal goeiemorgen te zeggen. En ik ga dat dan ook af en toe eens spontaan erbij vertellen. Bonjour!
Vandaag hebben we dan ook in duo's gepraat, omdat het weekend was geweest. Kijk eens, al die vingers, jullie hebben allemaal iets te vertellen. Normaal was mijn plan om dan eigenlijk te beginnen met een richtvraag, maar ik ben dat dan gezamenlijk vergeten te doen. Denk al eens na over wat je gaat vertellen. Want Daria, je mag ook gerust in het Frans iets vertellen, hoor. En Sebastian in het Roemeens met wat Nederlands. Waarom niet? Dus ik had Sebastian bewust bij een taalsterk kind gezet. Omdat ik dacht van, als hij dan samen met een kind met een grote woordenschat zit, gaat er misschien meer interactie zijn. Probeer maar iets te vertellen. Jij kan als eerste beginnen. En jij kan straks ook iets kleins proberen te vertellen. Hè. Dat gaat wel lukken. Je mag ook in het Roemeens. Hij verstaat dat niet, maar je kan proberen. Doordat ik bij Sebastian en Marlijn ben gaan bijzitten, besefte ik van... Ze hebben te weinig informatie om over te praten. Ik heb een boterham met choco gegeten. Wat heb jij gegeten? Chocolade. Chocolade ook? Wat heb jij gegeten deze ochtend? Heb ik gevraagd wat ze deze ochtend hebben gegeten. Heb ik ook verteld wat ik heb gegeten. En dan is Sebastian wel beginnen vertellen. 1, 2, 3, 4. Met 4 aan de tafel. En papa ook, 5 dan. Met 5 aan de tafel. Volgende week maandag ga ik wel algemeen dus een richtvraag zeggen, zodat ook de anderen meer een afgetekend beeld krijgen van over wat ze kunnen praten. En dan weet Sebastian ook meer in welke richting hij moet gaan nadenken. Onze lijn is leeg. Nu is het aan jullie om de kaartjes in de juiste volgorde te hangen. Deze ochtend had ik de kinderen ook de kaartjes van de daglijn uitgedeeld en mochten ze samen dan nadenken welk kaartje komt er eerst. Wat komt er dan? Wat denk jij, Daria? Wat is dat? Turnen. Zouden we moeten gaan turnen? Ja. Waarom zouden we moeten gaan turnen? Omdat het maandag is. Omdat het maandag is. En wie is er op maandag? Omdat het maandag is. En meester Patrick komt dan. Dus zo dan het denkvermogen proberen te stimuleren. Wat gaan we na de turnles doen? Wat heb jij aan de oren? Koek en drank. Haapje tussendoor. Ik ben koffie aan het drinken. Wat ben jij aan het drinken? Water. En jij ook? Als ik let op mijn taal, vind ik het soms wel moeilijk om altijd open vragen te stellen. Dus moet ik soms wel nadenken, ja, hoe stel je nu een open vraag? Ben je naar de bioscoop geweest? Ja. Vaak vraag ik van, ah, vind je dat leuk? Maar dat is dan makkelijk om ja of nee op te antwoorden. Dus moet je eerder vragen van, waarom vind je dat leuk? Wat vind jij de mooiste film? Minions film? Hoe zien die eruit? Welke kleur hebben zij? Geel. Geel? Gele mannetjes? Eén ogen. Hebben die één oog? Wow, wat gek. En wat dragen zij? Broekjes? Het zijn grappige mannetjes, denk ik, hè? Minions. Naar wat moet ik kijken? Wat is dat? Je tand. Wat zijn eruit, je tand? Een nieuw. Oh, een nieuw. Wat is het? Lara, ga jij het eens vragen wat er scheelt met Megemus? Megemus, wat is dat? Waarom denk je dat ze pijn heeft? Omdat ik ze heb gehoord. Ze zegt auw. Au, au. Vraag het haar eens misschien, Marleen. Heb je pijn? Ja. Auw. Ik heb tandpijn. Ik wil niet zeggen. De handpop had tandpijn. En dan kwamen we dus bij tandarts terecht. Hallo, met de tandarts. U spreekt met juf Jelke. We hebben een supergroot probleem. Er is iemand met tandpijn. En wij zouden dringend naar de tandarts moeten komen. Ik ben gestart met een brainstorm. Ik wou eens bekijken wat de kinderen al wisten over tandarts en over tanden in het algemeen. Dan moet de tandarts kijken naar zo'n ding als je tand bijna eruit haalt. En met wat kijkt hij dan? Ja, met een spiegel. Ah, met een spiegel. En zo kan hij in je mond aan kijken. Ja, nee, met een klein lichtje. Nee. Ah, en een lichtje zal hij dan ook nodig hebben. Ja. Ik vond dat de kinderen wel vrij veel al wisten over de tandarts. Ook Sebastian vertelde van de stoel die dan plat ging liggen. Mijn tandarts, stoel mijn tandarts zo. En zit
je dan recht? Nee. Wat doet het dan naar dan? Naar zo naar zo. Gaat de stoel naar beneden? Ja, zo. Wauw. Hij kan hem wel al beter uitdrukken dan in het begin. Dus hij weet nog niet alle woorden, maar dan vul ik zijn woordenschat eigenlijk aan. En ik vind het wel leuk dat hij zo actief meedenkt en meepraat. Ja, ik heb ook een snor. Wie heeft de langste? Ik of jij? Wat ik wel nog meer moet opletten is dat ik de handelingen die Sebastian doet verwoord. Zoals jouw bal valt onder de tafel, ik leg mijn bal naast jou. Dus meer zo de abstracte begrippen dan eigenlijk verwoorden, zodat hij die onbewust gaat onthouden en wel gaat leren kennen. Zo. Kleine bal. Nee, nog kleine, nog grote bal. Moet het een grote bal zijn? Jo, ben al nog ballen zo. Gaan we zoveel ballen maken? Maar ik denk ook eens dat ik daar een paar dagen mee aan de slag ga, dat dat meer in mijn werking dan gaat verworven worden, automatisch, hoop ik. Lekker warm. Lekker warm. Wat is het kat? Lekker warm. Ja. Zeg het maar tegen de meneer. Meneer. Lekker warm. Wat zegt die meneer nu? Doe de sjaal rond je nek. Doe ze over elkaar. Dan steek ik het erdoor. En dan trek ik. We hebben de voorbije weken en dagen een heel boeiend proces met juf Jelke afgelegd, waarbij ze een aantal van de principes over het creëren van een taalrijke omgeving om succesvol te zijn in het onderwijs op lange termijn doorlopen. En we stellen vast dat juf Jelke dat op een fantastische manier heeft toegepast. Miekemus kan goed vliegen. Hoe komt het dat Miekemus kan vliegen? Omdat ik een vogeltje ben. Ah, en waarom kan een vogel vliegen? Omdat hij een vleugel. Hij We zijn nu 2 weken verder en jij bent met onze tips aan de slag gegaan. En dat is merkbaar. Dat hebben we gezien. Nou. Waarom staat er hier nu cijfertje 1 op? Verre? Hoe je veel meer open vragen durft stellen, hoe je ze veel meer uitdaagt, hoe je veel meer de handelingen verwoordt. Dus absoluut heel mooi om te zien. Maar wat mij nu benieuwd is, van hoe voel je je daar zelf bij? Van een nieuwe maand. Vorige maand was november en nu zijn we december. De eerste keer dat ik ermee aan de slag ging, vond ik het vooral heel vermoeiend om zo altijd te praten en te blijven praten. Maar nu vind ik dat het al een beetje meer voor mij dan vanzelfsprekend is dat ik zo de waarom vragen stel en dan nu ook met Miekemus, zij kan vliegen. Ah, waarom kan ze vliegen? Ja. Ja, vroeger zou ik daar niet echt spontaan aan gedacht hebben, maar nu is dat eigenlijk spontaan om te zeggen van ah, waarom dan? Ja. Een zorg die leerkrachten soms hebben is, ja, met mijn klas wordt dan drukker, het is rumoeriger. Is dat iets wat je ook ervaart, wat je het gevoel van hebt van ja, daar moest ik toch ook aan wennen? Nou, nee, eigenlijk niet. Wat ik wel opmerk is dat ze meer eigenlijk gaan nadenken en dan merk ik dat ze eigenlijk wel spontaan stilvallen en dan meedenken. En zo hun dan eigenlijk betrekken, actiever betrekken. Hier, nog een paard. Nee, dat is een... Oei, is het geen paard? Ah, het is een zebra. En waarom is het een zebra? Waarom is dat een zebra? Kan je dat zien? De hele plezante momentjes vond ik toen je meespeelde. En het viel mij zo op dat je echt meespeelde met de kinderen. Luisterde naar hen, hen veel taalkansen gaf. Er waren spreekkansen alom. Dat was echt een plezier om te zien. Zouden de olifanten nu in het water moeten? Nee? Maar ze hebben toch zo'n grote slurf. Wat doen ze met die slurf? Zo water en dan... Dat is de baby. Dus misschien moet hij dan wel in het water staan. Oh, waarom is dat de babyolifant? En waarom is dat de papa? Omdat de baby samen komt.
Maar dit kan het ook de papa zijn? En zij vinden dat niet vreemd, hè, dat je dat vraagt. Ze vinden dat heel normaal en ze spreken. Ja, dat waren mooie voorbeelden van wat we noemen zo het parafraseren. Dus die spontane correctie. Je corrigeert niet expliciet. Je zegt niet van, je mag niet zeggen ik heeft, je moet zeggen ik heb. Maar je deed dat op een parafraserende manier. En daarvan zie je dat dat op langere termijn ook het meeste effect heeft. Mag je dan nog een keer? Als je dezelfde hebt. Ah, als je dezelfde hebt, dan mag je nog een keer. Daar, ja. Het is aan jou. Oh, wat is dat? Bomen. Broccoli. Eet je dat niet graag? Ik als boom. Ik kan niet. Ja, het lijkt op een boom. Waarom lijkt het op een boom? Omdat ze daar blijken lopen. Dit lijkt hier op de kruin van de boom, goed gezien. Dan dingen, maar Ali kan dan de zaken ook heel goed verwoorden, dus ze horen dan ook van Ali en dat vind ik wel toch ook wel mooi. Twee dezelfde, goed zo, twee keer de peer. Leer mij dat eens, hoe zeg je dat in het Roemeens? Weet jij het, peer in het Roemeens? Paren. Paren. Paren, ja? Is dat in het Roemeens? Paren. Ik ga het proberen te onthouden. Paren. En Frans, paar. Ze zien die peer, ze horen dat dan in het Nederlands en als ze dat dan ook nog eens zelf verwoorden en kunnen verwoorden in het Roemeens en dan ook proberen om het in het Nederlands te verwoorden, dan draagt dat heel sterk bij om die woordenschat ook in het Nederlands te onthouden. Ze slaan dat dan veel beter op in hun geheugen en kunnen het nadien ook veel beter terug uit hun geheugen ophalen. Hoe zeg je appel in het Roemeens? En hoe zeg je dat in het Roemeens? Mar. Mar. In het Arabisch, weet jij dat? Ja. Ja, zeker. En in het Frans? Ali. Bijbet. Aangezien de kinderen heel veel in hoeken mogen werken en juf Jelke dan echt gaat meespelen, zijn er altijd een 4-5-tal kinderen die een heel rijk taalaanbod krijgen en veel productiekansen. Omdat juf Jelke telkens opnieuw in een ander groepje gaat meespelen, krijgen dus heel veel kinderen de kans om veel te praten. Jij mag een vraag stellen. Wacht, we gaan eerst luisteren. Ben ik naar koe? Nee. Het ra-ra-spelletje, dat vond ik ook een heel mooi voorbeeld hoe dat kinderen heel spontaan moesten nadenken om zelf vragen te stellen. Het zijn hele mooie taalspelletjes. Haha! Oh, dit wordt moeilijk. Is dat een dier? Nee. 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 Je bent geen dier. Ja! Hoe weet je dat? Amir heeft gezegd, het is iets van een bed. Ah, dat was een goede tip, Amir. En dan denk je aan kussen, oké. Kussen. Want een kussen ligt in een bed. Een kussen. Wat doe je op je kussen? Dat kan ook. Kinderen zijn honderd uit aan het praten. En dat is heel belangrijk. Want als we het hebben over interactie, dan gaat het niet alleen over interactie tussen de juf en de kinderen, maar dan gaat het ook over het creëren van interactiemogelijkheden tussen de kinderen onderling. Ik ga meespelen naar daar. Moet ik met jou gaan meespelen? Maar ik ben nu even hier bezig. Die planken alle twee wegzetten en dan moet ik op de mooie zitten. Oh, we moeten nog een dak maken. Dat moet hier. Wat een leuk huis. Daar is het dak. En wat is dat, Daria? De basisprincipes zijn dat je veel taalaanbod geeft. Ten tweede dat je heel veel kansen geeft om te spreken. En dat je op wat ze zeggen feedback geeft. En dat in één woord uitgedrukt is eigenlijk interactie. En dat wil ik toch nog eens beklemtonen, dat dat echt een wereld van verschil is. Wil je nog iets vertellen, Miekemus? Ik was zien een voetballers. Heb je voetballers gezien? Ja. En ik was ook mijn papa voetbal. Je hebt met papa gevoetbald? Ja, en ook tennis. Kan je tennissen? Wat leuk. De effecten over taalleren en taalverwerving, die zie je soms maar jaren later. Je plukt daar eigenlijk zelf de vruchten niet van, zeg ik vaak. Vandaar dat je heel veel vertrouwen moet hebben, omdat onderzoek echt wel aantoont dat de dingen die je nu verworven hebt en die je nu doet, dat die op lange termijn echt wel een effect hebben voor wat de ontwikkeling in het algemeen en zeker voor de taalontwikkeling van kinderen betreft.
Ja. Uw collega's in het lager zullen ervan profiteren. Wauw!